Nou, ik wil jullie ook nog even meenemen in de doelgroepen van Google Ads en dan specifiek voor display advertising. De doelgroepen vinden we onder het grijze tabblad. En omdat ik al een doelgroep heb toegevoegd, gaat Google Ads mij nu vragen om deze te bewerken. Bij jullie kan het zijn dat hij vraagt om een doelgroep toe te voegen of uit te sluiten. Een uitsluiting vind je dan vervolgens onder dit kopje terug. We willen nu een doelgroep toevoegen en dat doe ik dus door een doelgroep te bewerken. Vervolgens komen we bij dit blok aan en hierin zie je al dat Google je vraagt dat je een doelgroep wil toevoegen op targeting of op observatie. Zodra je een doelgroep toevoegt op targeting, betekent het dat jouw advertentiegroep of campagne niks anders doet dan advertenties laten zien aan die specifieke doelgroep. Zodra jij een doelgroep toevoegt op observatie, betekent het dat jouw campagne puur laat zien hoe een doelgroep presteert binnen je targeting. Dus als ik voor nu alleen ouders van kleuters heb getarget, voor nu alleen de Nederlandse markt heb getarget en ik voeg ouders van kleuters op observatie toe, dan laat hij in deze tabel dus zien hoe ouders van kleuters presteren op mijn advertentie binnen de Nederlandse markt. Het kan dus zijn dat mijn totaal CTR voor de Nederlandse markt 2% is, maar dat ouders van kleuters 3% doorklikken op mijn advertentie. Nou, dan is het dus interessant om een botaanpassing te gaan maken op ouders van kleuters of eventueel een campagne of advertentiegroep los te maken, gespecificeerd op ouders van kleuters. Nou, hoe gaan we dit doen? We komen op een gegeven moment in dit blok dus terecht en hierin kunnen we zoeken, ideeën opdoen of browsen. Nou, om echt gewoon rechtstreeks een doelgroep toe te voegen op observatie, wat dus de eerste stap is voordat je hem echt gaat targeten of een botaanpassing op gaan maken, is dat we dus gaan browsen. En hierin vinden we 4 verschillende soorten doelgroepen: demografische doelgroepen, affiniteitsdoelgroepen, doelgroepen met een koopintentie, oftewel in-market doelgroepen, en remarketing doelgroepen. Dus doelgroepen die al in interactie hebben gehad met je bedrijf. Remarketing doelgroepen voegen we toe door websitegegevens te importeren in Google Ads, door middel van bijvoorbeeld Google Analytics. En Google Analytics houdt dan bij op basis van cookies wie er op je website is geweest. En op die manier kun je dus websitebezoekers opnieuw targeten met een displayadvertentie. Om het nu niet te moeilijk te maken, gaan we ervan uit dat we een in-market doelgroep willen gaan targeten voor mijn Spaanse accommodaties. Nou, dit doe ik dus op in-market te klikken, op deze, waar ze actief onderzoek naar doen of plannen voor maken. In-market doelgroepen. Nou, ik ga even scrollen. Een makkelijkere manier om dit te doen is hier op zoeken te klikken, maar ga ervan uit dat je in het begin niet weet welke in-market doelgroepen er allemaal beschikbaar zijn. Nou, ik wil dus naar het toerisme gedeelte. En ik wil dus een in-market doelgroep targeten van mensen die geïnteresseerd zijn in reizen naar Spanje. Nou, ik klik hier vervolgens op reizen op bestemming. Reizen naar Europa. En vervolgens komen we aan bij reizen naar Spanje. Hierin kunnen we dus ook nog verschillende soorten bestemmingen kiezen. Ik vind het interessant om heel Spanje te doen, omdat ik overal in Spanje accommodaties heb. Nou, ik kies er dus voor om hierin ouders van kleuters te targeten en mensen die geïnteresseerd zijn in reizen naar Spanje. Kijk, omdat ik hier nu dus bezig ben in een bestaande advertentiegroep, heb ik dus 2 soorten doelgroepen erin staan. Ik wil je wel altijd adviseren om per advertentiegroep 1 soort doelgroep te gebruiken, omdat je dan gewoon een helderder beeld hebt van je data straks en meer controle hebt over je campagne, omdat je dan gewoon simpelweg effectiever kunt kijken welke advertentiegroep waarop target. Vervolgens klik ik op opslaan. En is de doelgroep toegevoegd in mijn advertentie.